Ik ben Nathalie van Hijverstraten en hetgene wat ik het liefste doe is iemand helpen bij zijn complete woonadvies. Iemand heeft een nieuw huis gekocht of wil iets veranderen in zijn bestaande huis. Dan is het leukste om te zeggen van we maken een afspraak, we kijken de ruimte goed aan de hand van plattegrond, aan de hand van foto's. En gaan in gesprek over hetgene wat iemand precies wil. Wil je spullen die of er nu staan integreren in een nieuwe inrichting? Wil je iets compleet nieuws? En hoe gaan we dat invullen, samenstellen en hoe maken we daar een mooi totaalplaatje van? Het belangrijkste daarbij is het gevoel wat of je hebt als je straks in je nieuwe huiskamer of slaapkamer komt. Dat je een gevoel hebt dat je thuis komt. Het belangrijkste is... Ik kom thuis in mijn eigen huis. In principe bieden wij het totale plaatje aan. En ook daarin natuurlijk de mooie samenstelling van de combinaties. Ja. We beginnen bij de vloeren. Dat kan PVC zijn, kan vinyl zijn, kan tapijt zijn. Of combinaties van die soorten. Vervolgens kijken we... Wil je er een mooie keuken op om de kleursamenstelling te maken? En daarbij komt natuurlijk de aanvulling van de woonkamermeubelen of de slaapkamermeubelen. En dat hoeft allemaal niet meer in hetzelfde plaatje, kleurenplaatje te zijn. Maar juist spannende combinaties maken met verschillende kleurstellingen. Om er een leuk geheel van te maken. Ja, en het hoeft dan niet eens uit... Je kunt dus hier een combinatie uit maken, maar je kunt ook de verschillende kleurencombinaties door elkaar gebruiken. En leuke accenten halen. Proberen alles wat of we bieden van een bepaalde kwaliteit te laten zijn. Alleen wel tegen vanaf de lage instapprijs. Ja. Kijk, en het leuke is ook, het hoeft niet allemaal... Of het goedkoper te zijn of het dure, maar juist de mix zorgt ervoor dat je mooie producten kan hebben en dat het voor iedereen betaalbaar blijft. Ook die details daar aansluitend op in te vullen. En ook de dingetjes die je op de wand doet. Niet alleen een kleurtje, maar ook een behangetje of een schilderij. Dat soort dingen moet je er ook in betrekken. Ja, wat dat betreft zitten we er natuurlijk gelijk aan de bron. Door soms al niet alleen op de beurzen, maar ook bij de fabrieken voordat het naar de beurzen toe gaat. Daar eigenlijk aan tafel te zitten en te kijken voor de nieuwe ontwikkelingen. Ja. En welke kant gaat het op of waar kunnen we naartoe? Ja. Is ook, kijk, natuurlijk als je een heel interieur op elkaar afstemt, dan ga je uit van nieuwe kleurstellingen en wat past er dan bij wie op welke manier. Alleen heb je je interieur, kun je ook door kleine dingetjes kun je het weer heel actueel maken. Een leuk kleurtje op tafel, wat of je net in een klein hoekje terug laat komen met een stoeltje of een ander kleurtje op de wand en wat of je weer in je accessoires terug laat komen, krijg je ook weer een heel nieuw fris gevoel in je kamer. Ja. Ja, mijn hart ligt er gewoon. Ja. En het is iets wat of je inderdaad... Je hebt natuurlijk een heleboel mensen die doen er een opleiding voor... om te zeggen van, ik ben interieurarchitecte of binnenhuisadviseur. Maar een opleiding is nog iets anders dan het gevoel wij hebben. Zeker. En ik heb het geluk dat ik beide dingen heb kunnen combineren. Ja. Enerzijds heb ik een veel bredere opleiding gedaan. Mm-hmm. Maar anderzijds heb ik ook dat kleurgevoel heb ik altijd wel gehad. Goedemorgen. Al 20 jaar geleden toen we hier begonnen zijn op deze locatie. Ben ik eigenlijk ook begonnen om toen met de interieurstylist van Nederland een rondje door Nederland te maken. En toen al ons eigen kleurbeeld en dergelijke neer te zetten. En de combinaties met de accessoires en hoe richt je dan iets precies in. Nu na de verbouwing heb ik het helemaal zelf met Annabel gedaan om te zeggen van... In eerste instantie zeiden we, oké, moeten we daar dan mensen en die laten we kijken hoe of de kleuren en de inrichtingen moeten doen. Maar toen kregen we een eerste voorstel en toen zeiden we, we zijn toch eigenlijk helemaal glad gek. Ja. Dat doen we iedere dag. Ja. We adviseren iedereen en nou krijgen we een plaatje, dat vinden we niet passen bij onszelf, vinden we niet passen bij onze klanten. En we denken eigenlijk, en daar
klinkt een beetje als kapsones, maar zo bedoel ik het niet. Nee. Ik denk dat we het nog beter kunnen. Ja. En zowel ook inderdaad, wat of we bij de meubelen hebben, dat je dus eigenlijk begint bij budget wonen, bij een hele lage prijsklasse. En dat wat verder door naar boven laten lopen, hebben we bij de keukens natuurlijk ook. Ja. Als je ziet wat voor keukens of te staan. Ja. Maar als we het dan met de mensen aan tafel zitten en kijken voor wat voor prijs of je eigenlijk een prachtige keuken kan leveren. Buiten alles wat we hebben staan, proberen we ook altijd te luisteren naar wat of iemand zoekt. Ja. Want je ziet een bank staan, je ziet een stoel staan. Maar vaak kan er met die bank of die stoel of die kast kan er nog zoveel meer. Dus als iemand aangeeft van, goh, ik zoek iets, het is ongeveer dit of dit. Ja. En je laat je helpen, want dan is er nog veel meer mogelijk. Zeker. Dan wat of je alleen maar ziet staan. Ja. Nathalie, ik vind het geweldig om dit met je te bespreken. En ik denk dat het voor de klanten wel een stuk duidelijker wordt allemaal. Dus ik wil je hiermee heel vriendelijk bedanken voor de ontvangst. En als de kijkers vragen en het adres staat bij deze film. Prima, dankjewel. Graag gedaan.